De acht van Brazilië zijn weer terug. Niet met een medaille, helaas wel met een schat aan ervaringen natuurlijk. Ajax onder 19 de komende weken dus weer op volle oorlogsterkte. Met vandaag tegen Twente 3 van de 8 WK-gangers in de basis. Steven van der Sloot, de verdediger. Middenvelder Jurie Regeer en Golden Boot winner Sontje Hansen. Hij samen met Brian Brobby in de spits. En wat gaat dat brengen? Donny Warmerdam speelde een uitstekende wedstrijd in Londen niet lang geleden tegen Chelsea. Dit is Hansen, Brobby, daar de eerste combinaties voorin bij Ajax. Voorzet van Douglas, Taski helemaal vrij. Moet zitten natuurlijk. Redding is uitstekend van Max Wolfs. Maar hij zal zich toch ook realiseren dat dit een dot van de kans is. Dat moet 1-0 zijn voor Ajax. Eerste corner. Getrapt door Regeer. Daar de grote kans en weer niet raak. Bal van de lijn gehaald. Zoeken naar Brobby. Jagen van Taski levert balbezit op. Hier voor Regeer. Goeie poging van Jurie Regeer. Goed gedrukt dat schot. Maar net over het doel van Max Wolfs. Dit is van der Sloot. Taski. Donny Warmerdam. Zou kunnen naar Regeer. Oh, dit is goed. Buitenkant links. Taski krijgt hem terug met wat ruimte. Taski. En is dat een doelpunt? Dat denk ik wel. En wat een zuur moment voor die keeper van Twente. Hij heeft hem voor het grijpen. Dat schot is helemaal niet zo krachtig van die rechtsbuiten van Ajax. Maar dan laat hij hem glippen. Ajax op voorsprong met wat fortuin. 1-0. Ajax zit weer hoog druk. Levert hier balbezit op. En de grote kans voor Regeer. Daar is het 2-0. Uitstekend gedaan door de thuisploeg en daar is Regeer weer. Natuurlijk is hij daar. Ook na zijn avontuur in Brazilië het scoren niet verleerd. Jurie Regeer. En Rik Jansana. Warmerdam reglementair van de bal gezet. Biedt wat ruimte voor Twente. Met Giovanni Sluiten. Daar de bal voor het doel en de grote kans. Sterker nog, de aansluitingstreffer. Komt eigenlijk uit het niets voor FC Twente. Maar hij zit wel. En de man van het doelpunt heet Daan Rots. Ajax verlangt weer naar de smaak van een echte overwinning. De laatste drie punten dateert alweer van ruim een maand geleden hier op eigen veld tegen ADO. Sontje Hansen, prima bal. Brobby. Niet de 3-1. Zesde hoekschop Ajax. Regeer. Daar de kopbal en bijna de goal van Douglas. Prima van de lijn gehaald. Daar de algemeen directeur van Ajax. Natuurlijk aandachtig toeschouwer Edwin van der Sar. Na twee mislukte pogingen van Regeer lijkt Hansi hier te zeggen, laat mij maar. Is dit zijn moment? Na die mooie weken in Brazilië. Dat sms'je van Griezmann. Die mooie gouden schoen die hij in huis heeft. Sontje Hansen met zijn vrije trappen en die is best aardig. Maar wel net naast het doel. Net geen 3-1 voor Ajax. Brobby, prima dit met zijn vier Ajax. Nou, Brobby klaarleggen, Hansen. Wat gaat Ajax dan slordig om met de ruimte? En dit is een overtreding natuurlijk op Warmerdam. Nieuwe vrije trap. Weer Jurie Regeer. Wat levert het nu op? Nou, prachtig doelpunt. Daar is hij, de 3-1 voor Ajax. En vier keer is dan scheepsrecht voor de Amsterdamse ploeg. Knuffels voor Regeer. Want wat legt hij hem lekker daar in die bovenhoek. Twente krijgt die bal niet weg. Rasmussen, wat een prachtige bal. Taski, is dit een doelpunt? Nou, Brobby. Ai, ai, ai. Wat is de voorbereiding dan voortreffelijk? De afronding, bijzonder matig, van Brobby. Dit is Brobby. Brobby, nu dan. Brobby en de redding
Die is meer dan voortreffelijk van Max Wolfs. Nou, het is hem zo gegund, Brian Brobby. Staring. Een opening naar Sluiter. Sluiter naar binnen. Schietkans. Reiziger half, maar dan in tweede instantie helemaal. Het fluitsignaal is daar van de arbiter. En zo boekt Ajax na een maand zonder zegen. Eindelijk weer drie punten. Een terechte 3-1 zegen. Op naar Lille, op naar Frankrijk, op naar de Youth League.